Een goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag woensdag. Het is 10:31 en mijn begeleider komt zo meteen weer. Ik wens jullie als eerst een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik klink waarschijnlijk niet vrolijk, maar dat ben ik ook niet. Ik werd vanochtend vroeg al wakker gebeld met de mededeling dat mijn schoonvader nu ook is heen gegaan. Mijn schoonvader uit Emmeloord. Weet jullie nog dat ik vorig jaar ook naar Emmeloord met spoed moest? Omdat mijn schoonmoedertje in het ziekenhuis lag, die daar ook is overleden. Dat ja, die is ook nog geen jaar weg, andere maand pas. En nu is die erachteraan. Nu is die daar waar die hoort. Waar die wil. Waar die graag heen wou. Had hij zelfs nog tegen mijn man op het balkon van hun appartement gezegd, ik wil niet meer, ik kan niet meer, ik wil heen. Zijn wens is nou in vervulling gegaan. Maar ik ben diep, diep triest dat ik het vandaag pas kreeg te horen. Want hij is vrijdag al overleden, gisteren mocht je hem je laatste eer bewijzen. Ik wist van niks. Nee, ze hadden mij niet op de hoogte gebracht. Ik kan er met mijn pet toch niet bij dat men zo onverschillig met een ander om kan gaan. Maar ik ga straks telefoontjes plegen en ik ga erachteraan. En ik zal het achterhalen waarom ik het niet tijd wist. Had ik gisteren er ook even heen gekund, weet je? Maar nee. Nou ja, morgen wordt hij in alle stilte begraven. Want ook dus niet in de verzekering. En ja, zo gaat het, hè? Het is van gemeente tot gemeente verschillend. Hier, als er een gemeentebegrafenis is, mag de familie heus wel mee, hoor. Echt wel. Met mijn neef heb ik dat toch ook gehad? 21 september. Ook een gemeentebegrafenis, maar ik was er wel. En de rest van de familie. Dus ja, het mag best. Maar ja, het is van gemeente tot gemeente verschillend. En ja, met mijn zwart-witte poesje, die gaat ook nog niet, ja. De ene keer denk je, hey, ze begint weer op te knappen en dan keldert ze weer even naar beneden. Maar ik hou de neusje helemaal schoon en die steeds vrij en open. Als ik dan weer bij haar kom, dan kijk ik dat weer helemaal na en dan haal ik het spul weer weg wat er weer aan hangt, wat er niet bij hoort te zitten. En ja. Ze drinkt gelukkig en daar ben ik heel blij om. Droog ze tenminste niet uit. Maar oké, lieve vrienden, ik ga verder. Ik moet mijn broodje nog opeten en mijn koffie opdrinken. Voordat, nou ja, mijn koffie hoef ik niet op te hebben voordat mijn begeleider komt, maar wel mijn broodje wil ik even op hebben. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is prachtig mooi weer. En ik zeg, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ik ben er nog steeds niet bij met mijn kop, maar doet er niet toe. Ik ben bezig met koffie te maken en ik ben bezig een plaatje te maken voor mijn schoonvader. Ik heb de foto die, ik hoop dat jullie dat trouwens kunnen zien. Op de televisie. Moet ik even zo meteen inzoomen als die helder wordt. Dan hoop ik dat ik dat red. Het is daar ook wat donker. Ja, hij is in beeld. Die foto, dat zijn mijn schoonouders. Schoonmoeder, die hebben jullie op de vlog ook gezien. Al een hele tijd geleden. Dat ze nog leven. Ze is vorig jaar al overleden. En nou mijn schoonvader. Afgelopen vrijdag. En ja, nou heb ik die foto natuurlijk uiteraard ingescand. En dan heb ik mijn schoonvader alweer ingelijst op een plaatje. En dan ga ik verder met het plaatje. En dan zullen we zien of dat allemaal verder lukken wil. Maar ja, dat is afwachten, hè. Ja. En daar waren wij weer. En ik ga nou even weer naar de keuken koffie inschenken, tenminste water opschenken.
op de koffie. En trouwens, wie is er zomaar beneden gekomen? Ja? Wat denken jullie? Weet je niet, hè? Nee? Ja, ze is zomaar beneden. Weet ik niet waar. Ik geloof in ieder geval onder de tafel, maar waar weet ik niet. Eens even koeken. Ja, kijk. Ik zet hier een snottenbel, maar ik ken er niet bij. Niet. Maar ze is uit haarzelf beneden gekomen. En dat vind ik toch weer een pluspuntje. Ja. En dus, naar buiten mag ze nog niet, want ze is nog lang niet in orde. Nee. Nou, en wat denken we? Eens even zien. Zal ik er nog lekker wat lekkers bij meenemen? Ja, waarom niet? Ik neem er nog wat lekkers bij. Ja, hoe heet dat ding? Een appelkoek neem ik. Ja, ik pak een appelkoek. Waarom niet? Dan kreeg ik trouwens daarnet weer iemand in huis. Die moest weer in de meterkast kijken of alles wel goed zat. Ja, natuurlijk zit alles goed. Anders had ik in de kou gezeten of geen elektra gehad of wat dan ook. Toch? Ja, maar oké. Ook die is weer geweest. Koekje erbij. Kijk eens. Oei, oei, oei. Maar oké, dat... ja. Ik snap het ook niet waarom die nou weer moest kijken of het goed was. Ja, dat niet natuurlijk. Maar oké. Dat had hij ook gelijk gisteren kunnen doen, want hij was er gisteren ook bij. Maar het doet er niet toe. Maar ik ga verder met mijn plaatje en ik ga even genieten van mijn koekje en mijn koffie. En ik kom straks wel weer retour. Ze zeggen tot strakjes. Ja, ja, het was dan weer 17:45 op die klok. Ja, 17:42. En hier heb ik een kleine zodemietertje. Die niet 21 niet luisteren wil. En die heel veel aandacht vraagt. Hè? Ja nou? Ja hè? Ja, ik weet het. Hè? Oh, gosje. Je maakt er een puinhoop van en je bent maar aan het graven. Maar een bank is niet om te graven, maar om op te leggen. Ja, je hebt de hele bank voor jou. Ja? Die is helemaal voor jou. Niemand die er gaat zitten. Je hebt er een prinsesje er af en toe bij. Ja, en als je andere zusje weer beter is, heet die er ook wel weer eens bij. Ja, maar die is nog steeds aan het ziek zijn. Daarom hoop ik. Nou, die rode is ook net van boven. Dus die heeft boven wel even te slapen. Ja. Ja, nou. Mauw. Mauw. Ja. Ja. Oei, 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 oei. Maar in ieder geval, ik heb een heel mooi plaatje voor mijn schoonvader gemaakt. En die staat al op Facebook, die kunnen jullie bewonderen. Dus als jullie mij vinden op Facebook, Corina met IE, Luisterburg de Jong, love me, kunnen jullie het zien. Ja. Wil je dat niet doen? Nou ja, hé, pech. Zie je het ook niet. Ja, ja. Dus ja, ik ga weer even naar de keuken. En ik, om 6:30 zijn de dieren aan de beurt. En dan ik zelf. En ik moet nog vlees braden. Dat ga ik straks ook eerst doen. Maar dat komt allemaal goed. Ik heb de tijd aan mezelf. Niemand die me lastig valt. Ze bekijken het allemaal, maar ja, Mitchell die had wel beloofd om te komen, maar of die komt, Joost mag het weten. Ik kan net zo goed weten dat hij slaap is gevallen weer. Maar oké, dat is zijn ding. Maakt mij niks uit. Maar oké, lieve vrienden, ik ga water opschenken en ik spreek jullie vanavond weer. Doei! Hey, hallo, wat is er? Wat wil je? Wat ga je doen? Wat wil je? Wat moet je? Hou je naar buiten? Nou, ik dacht het niet. Nee. We gaan niet naar buiten. Het is donker. En dan kom je niet meer buiten. En daar ligt hij.
meneertje. Hé? Die de hele dag ook al niet echt lief is. Ja, af en toe is, maar niet, ja. Hij vandaag weer echt te kuren. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks? Nee, je doet er twee keer niks aan. Klepje weer omhoog. Wow, dat was de grond. Dit ging verkeerd. Maar ja, maakt niet uit, we komen er wel. Zo, daar was ik. Ja, nou ja, ik ga deze treurige dag afsluiten. Ik zie er niet uit. Maar ja, wat wil je ook? Maakt ook niet uit. Mitchell die zou nog komen, heeft hij gezegd. Maar ik betwijfel het. Ik denk dat hij in slaap is gevallen of zoiets. Want hij moest nog inpakken, want hij gaat over een aantal dagen naar Ierland toe. Emigreren heet dat. Dus of hij nog komt, Joost mag het weten. Maar oké, maakt niet uit. Hij zal nog wel in ieder geval komen voordat hij gaat. Sowieso doet hij dat wel. Ik ga nou dus afsluiten, dus ik wens jullie allen een hele fijne avond. Geniet ervan. Voor later wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En ik hoop jullie aan de andere kant van de nacht weer terug te zien. Ik zou zeggen, tot later.